Ik ben Roos. Ik werk nu sinds een jaar voor de Flex van binnen Vivium. Hiervoor heb ik altijd in een vast team gewerkt. Alleen ik had wat meer behoefte aan flexibiliteit in mijn werk. Een flexmedewerker houdt in dat je binnen een organisatie bij allerlei locaties geplaatst kan worden. Dus je bent een vaste uitzendkracht van de organisatie. En dat heeft als voordeel dat je toch een vast gezicht blijft. Ik denk dat je een soort chameleon moet zijn. Je moet je een beetje weten aan te passen van op welke locatie je werkt. Het houdt je scherp. De ene keer kom je in de wijk, de andere keer werk je weer intramuraal. Dus je komt met heel veel verschillende mensen in aanraking, zowel collega's als met cliënten. En dat bevalt heel goed eigenlijk. Dus wat is de twijfel, ga ik toch een overstap maken naar een vast team. En als ik nu zie hoeveel ballen je er in de lucht moet houden als rol als moeder die erbij komt, denk ik nee, absoluut niet. Ik ben echt enorm gehecht aan de vrijheid die mijn rooster me nu geeft. Daarnaast heb ik ook nog een aantal hobby's met hondenshows, dus waarvoor ik regelmatig naar België of Duitsland moet. Dat is heel fijn als ik van tevoren weet van dit weekend kan ik niet werken, want dan heb ik een show. En dan kan ik mijn planning daar omheen bouwen. Het allerleukste van het werken in de Flex vind ik dat je echt overal komt. In alle keukens kan kijken, kan proeven. En dat je, ondanks dat je toch, wat veel mensen denken, de Flexpool, je bent een invalkracht. Dat je toch ondanks dat een vast teamlid bent. Vooral als je vaker op een locatie komt. Ja,